Het weggedeelte van de Bronsweg bij de Tweede Brug, dat zaterdag is weggespoeld, wordt aangepakt door IM Gold Rosebelt Gold Mines. Dit bevestigt districtscommissaris Ludwig Mendelsohn in gesprek met onze nieuwsdienst. Voorlopig wordt een metalen brug naast het weggedeelte gebruik voor het verkeer lichter dan 5 ton. Volgens de burgervader wordt de weg heel binnenkort opengesteld voor het publiek. Het bedrijf Roosbelt Gold Mines is ingekomen met manschappen, materieel en materiaal. Ja, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, die gebeuren onder supervisie van een wegenautoriteit. Ja, en tot nu toe kan ik u zeggen van dat een groot deel van het probleem, zeg maar de herstelwerkzaamheden, zijn uitgevoerd. Ik weet niet als vandaag gaat afronden, maar ze hebben een nieuwe duiker nu geplaatst. Eén van een groter formaat, één van 3 meter, met een diameter van 3 meter. En zodat toevoer van kriekwater makkelijk verwerkt kan worden. Mendelsohn zegt verder dat andere delen van de weg, waar er ook soortgelijke wegomleggingen zijn gemaakt, verzakkingen vertonen. Deze delen zullen door de overheid moeten worden aangepakt om hetzelfde te voorkomen. Maar volgens de nieuwe methode zijn er wegomleggingen aangelegd, een bypass, zoals het bekend is. Ja, ja. Dus de eerste brug heeft een bypass, de tweede brug had ook een bypass. En de derde is de Kumbubrug, die vertoont ernstige verzakkingen, maar die heeft wel geen bypass. Zwaar materieel mag volgens Mendelsohn nog geen gebruik maken van de voorlopige brug. De werkzaamheden van lokale bedrijven die dus gebruik maken van deze weg, moeten wachten totdat de weg weer helemaal in orde is. Ook passagiers van bussen moeten uitstappen en aan de andere kant van de weg weer hun instap doen vanwege het toelaatbaar gewicht.